Hi, mijn naam is Mieke Maat van Wakker Worden en dit is vlog nummer 4. De vlog waarin je alles leert over stress en burn-out. En in deze video wil ik je graag iets vertellen over de samenhang tussen stress en je ademhaling. Ik heb in de eerste vlog heb ik uitgelegd over de kettingreactie die in je lichaam plaatsvindt op het moment dat er een stressvolle situatie zich voordoet. En hoe je stresshormonen dan aangemaakt worden en eigenlijk ja, zeg maar allerlei processen in je lichaam aanzwengelen. En een van de dingen die er gebeuren op het moment dat je in stress bent, is dat je ademhaling omhoog schiet. En dat heeft een functie, dat is namelijk dat er meer bloed of meer zuurstof in je bloed komt en dat je spieren dus meteen in actie kunnen komen om nogmaals te vechten, vluchten of bevriezen. Dus dat je adem omhoog schiet bij stress heeft een functie. Maar vaak is het is er niet echt gevaar en is het dus niet nodig om te gaan vechten, vluchten of bevriezen. En schiet dus eigenlijk zeg maar die ademhaling zomaar omhoog zonder dat dat eigenlijk nodig is. En vaak wordt er gezegd van zorg dat je je ademhaling weer rustig krijgt en dat je meer naar je buik gaat ademen. Maar juist op het moment dat je hoog ademt, dus dat we een borstademhaling hebben, is het heel lastig om die ademhaling weer rustig te krijgen. En daar wil ik je graag eventjes in deze video een tip over geven. Want het is vrij eenvoudig om je ademhaling naar je buik terug te brengen. En dat is op het moment dat je start met een uitademing in de klank. Dus wat je doet is op een uitademing maak je de volgende klank. Ik doe het nog een keer voor. Alsof je een fietsband leeg laat lopen. Wat er gebeurt op het moment dat je je uitademing met die klank maakt, is dat je automatisch eigenlijk je navel intrekt. Je kunt deze klank niet maken zonder die beweging te maken. En doordat je je navel intrekt, is de volgende beweging, waarbij je die dus volgt na de uitademing, is automatisch een inademing, is dat je buik weer uitzet. En zo kom je dus eigenlijk heel gemakkelijk bij een buikademhaling uit. Dus om je aandacht te verleggen of je adem te verleggen van je borst naar je buik, is het belangrijk dat je op een uitademing begint met de tss-klank, waardoor je navel intrekt. De volgende beweging die je dan bij de volgende inademing gaat maken, is dat je automatisch je buik uitzet. En als je dan eenmaal bij je buikademhaling bent, dan kun je daar vervolgens makkelijker blijven. Om hiermee te oefenen is het misschien handig als je even je hand op je buik legt om te controleren wat er gebeurt in je buik. Ik zou je uit willen nodigen om daar gewoon lekker mee te gaan oefenen. Als het niet meteen lukt, dan wil ik je ook uitnodigen om daarin vriendelijk en liefdevol naar jezelf te blijven, in plaats van wat we vaak geneigd zijn om te doen, heel bestraffend en onszelf heel stom vinden. Je bent het namelijk waarschijnlijk niet gewend om naar je buik te ademen. Dus je bent iets nieuws aan het leren en op het moment dat we iets nieuws gaan leren, dan is het in ieder geval belangrijk dat we daarin onszelf aanmoedigen in plaats van afstraffen, want anders wordt het wel heel ingewikkeld om iets nieuws te leren. Maar daarover zal ik in een volgende vlog of video nog weer wat meer vertellen. Voor nu gaat het eventjes over de ademhaling. Ga daar lekker mee oefenen. Ga ermee aan de slag. Het is makkelijk om dat bijvoorbeeld liggend te doen. Maar als je daartoe niet in de gelegenheid bent, kun je het ook zitten doen. Leg je handen op je buik.
Maak de tss-klank op de uitademing en kijk hoe je op die manier gemakkelijk naar een buikademhaling kunt toegaan. Ik wens je heel veel succes met oefenen en je zult merken dat op het moment dat het je lukt om je ademhaling wat naar beneden te brengen, dat automatisch ook je stressreactie vermindert. Veel succes en tot de volgende keer. Doeg!